Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik in mijn salon en hier voor me op tafel liggen allemaal verschillende nagelproducten. Deze producten heb ik op de beurs meegenomen. Ik ben naar twee verschillende beurzen geweest. Ik ben naar nagelgroothandels geweest. Ik heb wat pakketjes opgestuurd gekregen. En ik heb ook zelf nog wat dingen besteld. Alles ligt hier dus voor mij op tafel. En ik ga precies laten zien wat het allemaal is. Zo weten jullie ook meteen een beetje welke spullen ik allemaal gebruik. En wat ik gebruik voor de kunstnagels. Ik krijg daar namelijk superveel vragen over. Hiertussen liggen dus ook een heleboel dingen die ik gewoon altijd gebruik in de salon. Wat gewoon mijn favorieten zijn. Mijn favoriete vijlen, watjes en dat soort dingen. Dus ik ga gewoon alles even langslopen. Zodat je precies weet wat het allemaal is. Nou, ik begin aan deze kant. Hier liggen een aantal steentjes van Magnetic. Dit zijn allemaal verschillende strassteentjes, verschillende groottes, verschillende kleuren en soorten. Dit zijn meer van die pareltjes. Hier liggen ook nog van die aparte dingetjes. En deze wil ik gaan gebruiken voor de Meermin nagels die ik bij mijn zus ga maken binnenkort. Dus dit zijn allemaal leuke bling bling dingetjes. Dit blauwe ding is zo'n protector, skin protector. Die je dan kan gebruiken als je gaat stempelen of nail art gaat maken. Waar je dus je nagelriemen mee kan beschermen. Hier heb ik een gel polish. Volgens mij had ik deze gekregen. Ja, in een hele mooie groene kleur. Ja, je kan hem niet zien. Het is een hele aparte groene kleur. Gleamy Green. Een nieuwe kleur uit de nieuwe collectie. Dit is de Building Base. Dit is een gel polish om de nagels te versterken. Dus deze kun je gebruiken onder de gel polish om gewoon een extra stevig laagje te maken. En hier kun je ook steentjes in plakken. Dan heb ik hier nog een nagellak. Hier kan ik mee gaan stempelen. Deze kreeg ik ook in een goodie bag. Even kijken hoor. Nou, dit kreeg ik op de beurs. Dit is een leuk setje van Magnetic. Kregen we gratis. Er zit een manicure setje in. Ik krijg hem nu even niet open met één hand. Dan gaan we hier verder met, dit zijn allemaal van die blanco nagels. En hier maak ik nail arts op, hier ga ik dingetjes op uitproberen. Dit zijn van die losse stokjes. En dit zijn van die ringen. Dit zijn witte. Die gebruik ik soms, die gebruik ik meestal met nagellak, omdat het dan gelijk wat dekkender is, omdat die dan wit zijn. En hier heb ik nog wat van die doorschijnende. En die gebruik ik meestal voor de gelax en de gelac. Dus hier maak ik leuke voorbeeldjes op, of hier maak ik de swatches van. Dus deze gaan altijd best wel hard. Hier liggen een aantal lijmpjes. Dit is zo'n lijmpje met een kwastje eraan. En dit is gewoon een gewone lijm. Hier heb ik twee freesjes liggen. Twee bitjes voor het freesje. Dit is een heel kleintje. Ik weet niet of je het goed kan zien hoor. Deze kun je gebruiken voor langs de nagelriemen. En dit is een nieuwe. Dit is een keramische. En deze gebruik ik dan om de bovenkant van de nagels weer plat te vijlen met de acryl. Hier ligt een heel leuk ding. Hier was ik ook heel nieuwsgierig naar. Dit is een stemper, maar dan een doorschijnende. Dus hier kun je doorheen kijken. En dan kun je precies zien waar je het stempeltje plaatst. Dus dat is wel super handig. Hier heb ik twee nieuwe percelen. Twee acrylpercelen. Deze zijn volgens mij allebei nummer 8. Ja, dit is oval 8. En dit is ook nummer 8. Volgens mij de percelen die ik nu heb zijn nummer 10. Maar ja, ik had gewoon even weer nieuwe nodig. Die andere, ja, die ging wat haren loslaten. Dus ik dacht, ik ga voor de zekerheid alvast een paar nieuwe halen. Want ja, daar kan ik natuurlijk niet zonder. En ja, die van Magnetic zijn gewoon super. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hier liggen weer allemaal mooie bling bling dingetjes. Deze heb ik ook op de beurs meegenomen. Allemaal verschillende steentjes. Dit zijn pareltjes. Hier zijn allemaal gouden pareltjes. Hier zitten meer wat zwarte... Ja, zwart of zilveren bling bling dingen in. En hier ook allemaal nog mooie parels. Dus hier ben ik ook wel benieuwd naar. En dit is echt zo mooi. Nou, dit doosje had ik zelf al. Ik heb alleen alle steentjes gekocht. Maar de steentjes kwamen allemaal in losse zakjes. Even kijken hoor. De twee die hierin zitten, die waren van Magnetic. Dat zijn deze, de Crystallized Stones. Twee verschillende maten. Dit zijn de hele kleintjes. Deze zijn iets groter. En deze zijn allemaal van een webshop. En met allemaal Swarovski steentjes. Dus deze zijn echt super mooi. Ik heb steeds meer vragen in de salon naar allemaal bling bling nagels. Dus die ga ik lekker gebruiken de komende tijd. Dan heb ik hier allemaal watjes. Dit zijn gewoon van die kleintjes. Nou, die gebruik ik gewoon om de nagels schoon te maken. En dit zijn van die grote vierkante watten. Dus die zijn zeg maar zo groot als dit. Dus als vier van die dingen. En die gebruik ik om mijn penseel dan af te strijken als ik bezig ben met de acryl. Hier heb ik nog een aantal tips liggen. Deze gebruik ik om de nagels te verlengen. Dit zijn verschillende maatjes die op waren. Dit is 4, 5 en 8. Hier heb ik nog twee Diva lakjes. Even kijken. Dit is de Base & Topcoat.
Die had ik weer nodig. En dit is een topcoat, maar dan de matte. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Heb ik nog niet uitgeprobeerd. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dit zal uitpakken op de nagels. Dus die ga ik ook binnenkort uitproberen. Dan heb ik hier een hele grote solar oil van C&D. En dat is gewoon zo'n hele grote olie. Nagelriemolie. Nou, het gaat allemaal niet zo handig met één hand. Maar deze gebruik ik dus altijd bij de klanten als ik klaar ben met de behandeling. Dus dan even goed de nagelriemen verzorgen. Dan heb ik hier achter nog een aantal vijlen liggen. Dit zijn de vijlen die ik gebruik om de nagels van de klanten te vijlen. Dit zijn de gewone vijlen. En hier liggen nog van die blokken. Dus deze zijn wat grover. Deze zijn wat fijner om het een beetje af te werken. Hier liggen nog allemaal van die witte doekjes. Deze leg ik altijd op tafel als ik bezig ben. En die kan ik daarna weer gewoon weggooien. Hier heb ik allemaal acrylvloeistoffen. Dit zijn wat kleinere flessen en dit zijn de grote flessen. Hier liggen van die plastic bakjes. Ik heb er 3 meegenomen. Vind ik wel handig om hier penselen of andere dingetjes in te bewaren. Dat zijn altijd makkelijk. Dat zijn mooie doorschijnende doosjes. Hier heb ik nog 5 nieuwe gelet kleuren. Dit zijn allemaal kleuren die ik al had in de salon, maar die gewoon hard lopen of die op zijn. Dus die had ik weer opnieuw nodig. Dat zijn Salmon Run, Dark Lava, Dandelion, Cream Puff en Satin Pyjama's. Dan heb ik hier achter van die dingen liggen om de gelet weer eraf te weken. Dus dit zijn van die folies met die watjes. Dus die waren ook op. Dus, en deze kwam ik op de beurs tegen. Dus dat was een leuke actie. Dus ik denk, die neem ik gelijk mee, want die gaan ook altijd erg hard. Hier heb ik nog 2 van die pompflesjes om vloeistoffen in te doen. Vind ik ook altijd erg handig. En dan heb ik hier nog een leuk setje liggen. Die heb ik opgestuurd gekregen. Dit zijn ook van die gellakjes om uit te proberen. Dus die ben ik ook heel benieuwd naar. En die vloeistoffen horen daar ook bij. En dan heb ik zo denk ik het meeste wel laten zien. Ik hoop dat ik niets vergeten ben. Mocht je nog vragen hebben over de producten, stel ze gerust bij de reacties hieronder. Als je deze video leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. En als je nieuwsgierig bent naar bepaalde producten, laat het me dan ook even weten. Misschien kan ik ze dan in een van de volgende video's gebruiken. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer!